Hoi, welkom. In deze video leg ik je uit hoe je je adresgegevens wijzigt op je facturen en offertes. We krijgen wel eens vragen binnen over hoe je bijvoorbeeld je e-mailadres of je adresgegevens wijzigt. En dit doe je in het afzendadres. Dat ga ik je in deze video laten zien. In principe hoef je je afzendadres maar één keer in te stellen in Moneybird. Dit doe je zodra je administratie start. Wanneer je dan wijzigingen moet doorvoeren, is het niet helemaal duidelijk waar je dit dan precies moet doen. Dit kan in het afzendadres. Je komt bij je afzendadres via tandwiel, instellingen, afzendadressen. Hier klik je op bewerken. Het afzendadres bepaalt welke bedrijfsinformatie op je factuur komt te staan. Hier staat je adres, je e-mailadres, je telefoonnummer, KVK-nummer, btw-nummer en je rekeningnummer. Eventueel kun je ook je BIC invullen of extra velden toevoegen. De velden die je hier ziet zijn de standaardvelden die voor het afzendadres aanwezig zijn. Wil je weten hoe je extra velden toevoegt? Bekijk dan de video over extra velden. Ik heb al mijn gegevens al ingevuld, dus ik ga even naar facturen en ik maak een nieuwe factuur aan. Hier zie je dat het afzendadres wordt overgenomen uit de instellingen. Ik ga deze factuur even opslaan als concept. Ik ga nu het afzendadres in de instellingen even aanpassen, dan kun je daarna zien wat er dan op mijn factuur is gebeurd. Tandwiel, instellingen, afzendadressen. Ik klik op bewerken. Ik verhuis van hoofdstraat 3 naar hoofdstraat 5. Ik sla deze wijzigingen op. En ik ga terug naar het tabblad facturen. Als ik dan mijn conceptfactuur weer open, zie je dat het afzendadres is aangepast naar hoofdstraat 5. Als ik een reeds verzonden factuur laat zien, zie je dat hier nog het oude afzendadres op staat. Het is nog even belangrijk om te weten dat het KVK en het BTW-nummer alleen in het standaard afzendadres ingesteld kunnen worden. Het is mogelijk om meerdere afzendadressen toe te voegen als je bijvoorbeeld meerdere handelsnamen hebt. Dan hoef je daarvoor het KVK en het BTW-nummer niet opnieuw in te vullen. Je kan extra afzendadressen toevoegen via het tandwiel, instellingen, afzendadressen, toevoegen. Als je meerdere handelsnamen hebt, wil je misschien ook meerdere huisstijlen. Je kan dan per huisstijl aangeven welke handelsnaam er opgetoond moet worden. Wil je meer weten over het instellen van je huisstijl? Bekijk dan onze video over huisstijlen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het duidelijk is geworden hoe je je afzendadres in Moneybird instelt. Mocht je hier nog vragen over hebben of heb je misschien andere vragen, neem dan contact op met onze supportafdeling. Zij zijn bereikbaar via support@moneybird.com.